ga nog meer genieten. En ik ga je zo dadelijk voorstellen aan de Welles Pipe Band. En natuurlijk mogen die vanavond hier niet ontbreken met Schotse doedelzakken, snaren en een grote baldruk. Nou, ik ga er straks alles over vertellen. Zij maken zich nu op en ontvangen ze met een welgemeend applaus de Welles Pipe Band. Ze komen uit Westmeerbeek in de Antwerpse Kempen. Het eerste wat ze tegen de zijde, dames en heren, was Adel, wat een schone macht heeft bijgestoken. En dat onderschreef ik graag, dames en heren. Prachtig aangelegd, prachtig decor voor deze taptoe. En daar komt. Thank you.
Nederlanders Parkhuis is opgericht in 1998. Het bestaat uit Schotse doedelzakken, snaren en tenordrums en een grote basdrum. De band heeft ondertussen zijn thuishaven in Westmeerbeek in de Antwerpse Kempen. De Wallace Pipe Band vierde vorig jaar het 25 jaar bestaan met onder meer deelname aan het wereldkampioenschap in het Schotse Glasgow. Want dit moet toch echt één keer in het bestaan van een doedelzakkorps hebben plaatsgevonden. Ze nemen jaarlijks deel aan competities in Nederland, Duitsland en België, waar ze ook regelmatig in de prijzen vallen. Een aantal van deze competities doen ze sinds 2022, met onder meer de Riverside Alliance Pipe Band, een zeer bevriende band. Ook treden zij met regelmaat op in binnen- en buitenland, in diverse optochten, tattoos en festivals. De muzikale leiding is in handen van Pipe Major Dries Papen en leading drummer Yannick van Hoofd, de Wallace Pipe. Ja, dat snap ik, maar voor ons even kijken. Dit zijn. Jij loopt voor ons uit.